Vanaf het kasteel waar Sparta en Vitesse het tegen elkaar op gaan nemen. Het is een wedstrijd met de nodige verhalen bij beide ploegen. Als je kijkt naar de opstellingen, dat maakt het allemaal weer wat extra interessant. Spelers tegen een oude club. Een rentree van een van de mooiste voetballers die we deze eeuw in de Eredivisie toch hebben gezien. Het is kortom een potje om je op te verheugen. En dit zijn de namen met Harouche, de keeper. Hij krijgt dus de voorkeur boven Koremans, die terug is van een schorsing. Karami en Pai zijn de backs. Allebei oud-Vitesse. Op het middenveld speelt Laros Duarte op de plek van Ouassar, want die is geschorst. En voor in Veldwijk en Ache. Dus wel wat wijzigingen doorgevoerd door trainer Henk Vreese. En daar de man die terug is op de Nederlandse velden. Zijn aanwezigheid leidt tot dus een andere opstelling. Achterin speelt Lelieveld. Is Daza er niet bij. Sowieso weinig spelers beschikbaar vandaag voor Slutsky. Ook bijvoorbeeld Dikko ontbreekt. Bazour en Bero zijn dan een beetje de controleurs. Daarvoor Linssen, Honda en Buitink en Matas. En ook bij deze wedstrijd beginnen we niet met voetballen, maar beginnen we met het statement dat we het hele weekend al zien, ook vandaag. Duarte, tweede basisplaats pas van het seizoen. Dat is fraai gedaan door Bero, door de benen ook bij Haroui. Clark slingert de bal voor waar Matas en Linssen staan. Buitink en Buitink schiet op de paal. En dat is het type spits, nu weliswaar rechts buiten, maar eigenlijk een spits die dat soort dingen heel natuurlijk doet. Obispo, Linssen. Clark dan met zijn rechter. En dat levert de corner op via Friens. Zes man van Vitesse in het strafschopgebied. Corner komt van Bazour. Naar de tweede paal. Clark kopt en dat is een redelijk makkelijke bal nog voor Harouche. Terwijl de tweede serieuze doelpoging van Vitesse. Karami. Bereikt Haroui. Voorzet is wel goed op zich, maar voor Vitesse een uitermate belangrijke tussenkomst daar van Doekie. Want je verwacht toch dat als Veldwijk die bal krijgt, die ook zit. Hoog bezoek op het kasteel. Vertrouwd natuurlijk. Leo Beenhakker, die komt meestal wel een potje voetbal kijken in Rotterdam. En oud-Spartaan en ook oud-bondscoach, en dat is Beenhakker. Louis van Gaal vandaag op het kasteel. Veldwijk. Rahi, dat is een lekkere knal, maar vliegt wel voorlangs. Het is wel een teken dat Sparta meer deelneemt aan deze wedstrijd. Linssen kleept nog dapper dat het een doeltrap zou zijn, maar het is gewoon een hoekschop natuurlijk. Corner draait uit. En dat is een inworp. Over corner. Nee, toch een corner. Die wordt snel en kort genomen. Smeets neemt hem. Voor het doel. En die valt erin. Matthij. Die de bal erin kopt. Met dank aan de voorzet van Smeets.
Niet dat het eraan zat te komen, maar Sparta is in ieder geval wat beter gaan voetballen de laatste paar minuten. Snel genomen corner die Smeets voorslingert. En Matthij, uitstekende kopper. Hele slimme kopbal. Daar is Bazour hem ook alweer kwijt. En is dit toch eigenlijk ook wel een kans voor Sparta? Is het schot misschien wat te gehaast? Ja, dat vindt Veldwijk in ieder geval van Haroui. Dat hij nog wat meer oog voor Veldwijk had moeten hebben. Vriends kopt. Matafs vangt op. Kan uithalen. En dat scheelt niet zo heel veel. Het is een van de betere kansen van Vitesse in deze eerste helft. Smeets wacht te lang. Is de bal kwijt. Bazour, is dat een overtreding op Linssen? Voorlopig mag het gewoon door. Bereikt Honda niet. Linssen kijkt nog eens naar zichzelf, maar niet zozeer naar de scheidsrechter. Lag opeens op het gras. Honda. 3 WK's gespeeld. Bazour en de reddingstelvol van Arouche. Net als in de eerste helft, eigenlijk gewoon een prima begin van Vitesse. In de eerste helft verdween dat vrij merkwaardige wijze opeens. Bal goed verlengd door Matas en heel goed gepakt door Harouche. Mooie kopbal, mooie redding. Wat een kracht geeft hij nog mee aan die bal. Pasveer. Zo speelt Vitesse goed onder die druk uit met Clark. Een geweldige voorzet. Ros Duart was de bal even kwijt. En Honda schiet hem er niet in. Redding van Arouche. Rebound komt er niet. Daar was de echte kans voor Keiske Honda. Veldwijk. Schot van Haroui. En Pasveer. Vitesse gaat voor de snelle uitbraak. Clark. Snel genoeg. Bero. Krijgt hem niet bij Honda. Ache. Verslikt zich ook in die bal. Veldwijk geen buitenspel. Pasveer dacht even aan komen. Besluit terug te gaan. Dat lijkt me terecht. Veldwijk en Pasveer heeft hem. Oh. Ook daar zie je meteen toch weer een soort paniek. Bij Obispo die aanleiding geeft, ja, ik word niet gecoacht. Het was sterk van Linssen. Dat werkt net met Tas niet. Ache. Rahi. Faaien. Geen Hens. Volgens mij op de rug van Lelieveld. Bazour. Schiet hem tegen een ploeggenoot aan. Smeets kan uithalen. Dat scheelt niet zoveel. Het is tekenend voor deze wedstrijd hoe deze kans ontstaat. Bazour heeft de bal en denkt ook, nou weet je wat, schiet hij hem keihard op een ploeggenoot, op Bero. Ja, en dat levert dus Smeets uiteindelijk weer een aardige schietkans op. Linssen. Honda. Clark. Daar komt Honda, de kopbal levert helemaal niks op. Hens claimt Honda, claimt het uitvak. Werd daar wel goed bereikt door de linksback. Maar dat is uiteraard geen strafschop.
was de bal kwijt. Veldwijk ineens naar Agge. Agge in de korte hoek, maar net naast die korte hoek. Honda. Geen overtreding. Veldwijk en Agge. Als ze heel snel zijn is het 2 tegen 2. Veldwijk door de benen. Veldwijk! Nee, dan niet het doelpunt. Hij creëert die kans zo fraai. Doet het zo slim. Maar schiet de bal er niet in. Bero. Lelyveld. Legt hem goed neer voor zijn voorzet. De kopkans is toch wel behoorlijk groot voor Grot. Maar het scheelt denk ik een meter of 3. Goeie bal Bero. Goeie voorzet Lelyveld. Geen goede kopbal. En Jeroy Grot. Clark overweegt vast te houden, maar slaagt daar gewoon niet in. Haroui. Krijgt hij hem bij Smeets. Ja, en dan is het 2-0. Dat is wel heel mooi uitgespeeld door Sparta. Smeets, de man van de assist. Bij de 1-0. Nu zelf verantwoordelijk voor de 2-0. En daarmee wint Sparta met 2-0 van Vitesse. De vierde nederlaag op rij voor de ploeg van Slutsky. Blijdschap bij Vreese. Die wint van zijn oude club. Weer wat afstand neemt van de onderste plaatsen. Haroush kreeg de voorkeur en houdt de 0. Smeets de uitblinker met een assist en een doelpunt. Maar voor Vitesse nemen de zorgen toe.